Het zijn intense tijden, laat ik het maar even zo noemen. We zitten met de Oekraïne, de stabiliteit van de wereld is aan het kantelen. Er zijn veel onvoorspelbare dingen die zich ontwikkelen waar we echt niet weten welke kant het op gaat. Vandaag in de krant staat het over de koopkrachtverlies in Nederland. Uiteraard over Oekraïne en wat daar allemaal gebeurt. Er zijn ongetwijfeld collega's die indirect betrokken zijn bij wat er in de Oekraïne gebeurt. Ik heb mensen die intense ervaringen uit hun eigen leven herbeleven. Dus het gebeurt veel. Het gaat de discussies ook weer over de energievoorziening vandaag in de krant. En of we niet sneller moeten verduurzamen om ons minder afhankelijk te maken uit het gas, uit het oosten. Kortom, veel dynamiek. Er zit het gevaar van machteloosheid in. Dat het ons allemaal overkomt. En dat we maar moeten zien hoe het gaat. Dat is niet zo. We kunnen altijd iets doen. Het voorbeeld is natuurlijk Giro 555. Er zijn ook mensen die acties ondernemen om mensen in Oekraïne te ondersteunen. Maar we kunnen ook in de hogeschool dingen doen om ons minder machteloos te voelen. Ik denk dat één belangrijke ding is, het resultaat van corona is dat de samenleving gefragmenteerd is. We spreken meestal, we hebben heel lang via een schermpje tot elkaar gesproken. Doorbreek dat, zoek mensen op, live, face-to-face. Dus ga naar, de school is weer open, dus ga daarheen, ontmoet mensen om ervaringen te delen, om te praten en ook om elkaar zo te steunen. Als we dat niet doen, blijft die fragmentatie en blijft het sociaal isolement blijft hoog. En het alleen beleven van deze wereld verlaagt de veerkracht om hiermee om te gaan. Nogmaals, die sociale samenhang moet sowieso hersteld worden na corona. En dit zijn misschien grote woorden, maar de sociale samenhang is ook de basis voor onze democratische rechtsstaat. Die we elke dag, en dat wordt ook maar weer bewezen, die we elke dag moeten onderhouden. Dus bestrijd de machteloosheid met iets doen. Bestrijd de machteloosheid met je ervaringen delen met collega's, met studenten. Praat daarover en probeer het zo vorm te geven dat je denkt van nou goed, ik ben dat leven aan het vormgeven, maar ik ben ook de hogeschoolgemeenschap aan het vormgeven. Wat enorm veel waard is om ook nogmaals groter wordt, maar ik meen het wel, om de samenleving die we hebben, om die verder te ontwikkelen en in stand te houden. Dus daar wil ik het bij laten voor nu. Voor de collega's die het zwaar hebben, sterkte daarmee. Voor de collega's die het zwaar hebben, zoek elkaar op. Voor de collega's die het niet zwaar hebben, zoek elkaar ook op. Maar ik denk dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. En dat het goed is dat we dit met elkaar bespreken, live. Dus niet zoals ik nu doe. Mens ten opzichte van een groen lampje in mijn geval, een camera, maar van mens tot mens. En we gaan naar het hybride werken en weet ik wat allemaal, maar we moeten het belang van ontmoeting en van elkaar zien niet onderschatten. Juist niet in deze tijden. Dus, tot ziens.